Ik ben 4 kilo afgevallen. Hallo, vandaag zijn we 4 januari. Vandaag heb ik expres gezonder gewinkeld. En het resultaat daarvan laat ik jullie straks zien. Voor de mensen die mijn gewone volgers ook kijken, daar zal het ook in zitten. En meestal zal het in mijn gewone vlogs zitten, gewoon. Snap je? Hallo, we zijn 5 januari. Gisteren moest ik voor het eerst mijn schriftje invullen. Dit is een schriftje van de diëtiste. En gisteren heb ik helemaal ingevuld. Ik ga eens voorlezen wat ik heb gegeten. Ik heb om 8:20 een potje cornflakes gegeten, 2 slokken water gedronken van mijn drinkfles. Om 10:11 heb ik gisteren 2 bio rijstwafels gegeten, zo van die vegan rijstwafels. Om 1:00 heb ik 4 bruine boterhammen van Everyday gegeten met eiersalade, niet zo vegan en ook niet zo gezond, maar daar komt er verandering in dat slechte broodbeleg. Als avondmaal heb ik om 5:15 witte macaroni gegeten met 1 portie suikerbonnen en een halve verpakking tempeh ketchup. Dat is van die vegan tempeh. En om 8:00 s'avonds heb ik 1 wortel gegeten. Ik heb die dan zo gesneden in wortelfrietjes. En deze morgen heb ik om 9:50 ontbeten met 1 potje cornflakes. Het is wel moeilijk om het boekje in te vullen. Zeker als ik op mijn weg ben, omdat ik het niet trekt. Omdat ik het zo raar vind om dan het boekje uit te gaan halen. Gisteren heb ik over de middag wel weer een hele grote wandeling gemaakt. Allee, geen heel grote. Een wandeling van een half uur heel goed doorstappen. Dus ja. En nu ben ik water aan het drinken. Hallo, vandaag zijn we vrijdag en gisteren had ik mijn tweede afspraak bij mijn voedingsconsulente/diëtiste. En we hebben mijn gewicht bekeken. Totdat ik mijn sessie had, was ik niet op de weegschaal gestaan. Dus ik probeer me nu altijd gewoon daar te wegen. Omdat die weegschaal gewoon dan hetzelfde gewicht aangeeft. En dan hoef ik niet thuis voor teleurstellingen te komen staan als het hier meer is of minder dan daar. En het lukt mij redelijk goed om gewoon 2 weken te wachten. En we hebben gesproken hoe het ging, wat dat er beter kon, wat dat er slechter kon, waaraan ik nu moet gaan werken. Ik moet gaan werken op het eten van meer rauwgroenten, dus kerstomaatjes en wortelen en zo. En ik moet ander fruit ook gaan proberen, want nu eet ik enkel mandarijntjes en dat is heel goed. Maar ze is bang dat ik het op een dag zal beu gaan worden. En we hebben natuurlijk ook mijn gewicht gewogen. En ik ben 4 kilo afgevallen. Dat is heel veel. Dat vond ik eigenlijk zelf ook. En dat is deels omdat ik al op een hoger segment zit van startgewicht. Dat die eerste kilo's er bij mij gewoon vlug afgaan. En ja, omdat er gewoon meer af te vallen is dan iemand anders. En van die 4 kilo die er af is, was 3,5 kilo vet. Terwijl ik eigenlijk maar de helft van mijn gewichtverlies vetpercentage moet zijn. Dus ik was beter bezig. Dus ik was wel redelijk trots op mezelf. En na de diëtiste ben ik gisteren een wandeling gaan maken.
En dan heb ik enkele pokestops in Ieper bezocht. En eitjes uitgewandeld. En het feit dat ik afgevallen ben, betekent niet dat ik 2 weken heb geleefd op yoghurt en luidkaas en fruit en groenten. Nee, ik heb ook gezeurd, maar enkel als ik daar zin in had. Dus het is eigenlijk niet echt zeuren, want dat hoort er gewoon bij. Want echt, je kan geen levensstijl veranderen zonder dan ooit nog iets van snoepgoed of zo aan te raken. En ik vind het gewoon niet zo leuk als je naar vrienden, naar familie gaat en staat daar een stuk taart en je mag geen eten. Dus als er vergaderingen zijn en ik heb zin in een koekje, dan pak ik gewoon een koekje. Maar ik pak er 1 en geen 4. Als er, als ik ga een nieuwjaar bij mijn oma, pak ik een klein stukje taart. Geen groot stuk taart. Dan pak ik zeker geen 2e stuk taart. Dus ik eet nog altijd lekkere dingen. Maar ik eet ze met mate. En enkel als ik er eigenlijk zelf enorm veel zin in heb. Ik eet niet gewoon omdat ik er op dat moment... Ik eet er enkel als ik op dat moment echt zoiets zeg van nu wil ik dat eten. En ik heb er echt behoefte aan. En ik weet dat ik maar een klein stuk kan eten. En dan word ik gewoon even terug happy. En daar gaat het natuurlijk om. Om gewoon goed te voelen in de keuzes die je maakt. Daarom ook dit eetdagboek. En ik wil mezelf echt niet als expert aan beschouwen. Want ik heb uiteraard heel moeilijke momenten. Dinsdag had ik namelijk echt, maar ook echt heel veel zin in een hele hoop ongezonde dingen. En toen had ik het heel moeilijk. Ik heb het niet gedaan omdat ik wist dat het mij op lange termijn niet gelukkig ging maken om dan te eten. Want ik ging toch geen voldoening hebben, want mijn hersenen dachten gewoon vreedbui. Ik wil nu heel veel calorieën binnen. Gewoon. En dan ging ik niet blij geweest zijn met 1 stuk koek of 1 chocolaatje. Nee, dan ging ik een hele doos zwellen. Dus daar probeer ik dan tegen in te gaan. En dat kost heel veel moeite, maar hopelijk zal het waard worden. Het is het eigenlijk nu al. Oké. Hallo, welkom bij een nieuw deeltje van deze Nooit Meer Diëten vlog. Vandaag zijn we 6 februari en vandaag had ik terug een afspraak bij de voedingsconsulenten. Dat is nu de 3e keer dat ik ging, denk ik. En ik ga even laten weten hoeveel kilo ik ben afgevallen en hoeveel procent vet ik nu zit. Ik had het procent vet van buiten zijn, want ik zit nu aan 50,4% vet. Dat betekent dat er al iets van 2% af is of zo. Ik ben 7,2 kilogram afgevallen sinds ik begon. Ik ben 1,4% vet verloren sinds de vorige keer en ongeveer 3 kilo. En ik ben echt super blij eigenlijk. Want ja, dat maakt me eigenlijk ook wel heel erg trots op mezelf. Omdat het echt heel goed gaat. Aangezien ik al zoveel kilo ben verloren in de afgelopen weken. Dus ik denk 7 kilo op 5 weken. Dus dat is eigenlijk echt wel goed. En ook al heel wat procent vet. Dus denk dat ik 7 kilo ben afgevallen of 6 kilo en dan van 3 of 4 kilogram vet. Dus dat is eigenlijk wel heel erg goed. En ik mag nog steeds dingen eten. Zo
had ik afgelopen zaterdag met mijn zus een wafel. Had ik maandag na de fitness een pannenkoek. Ik had een oleetje vorige week omdat ik er echt super veel zin in had. Vandaag had ik nog een Oreo. Zo van die twee Oreo's met witte chocolade. Niet heel erg gezond, maar ik had er echt wel heel wat zin in. Aangezien ik zat vanmiddag had zien zitten in een koekenkast. Maar ik hou mijn gewoon etenschema wel aan. Om dat deels te compenseren heb ik vandaag ook een volledige wortel gegeten. Want mijn voedingsconsulent drijft er redelijk hard op door dat ik echt meer rauwe groenten moet eten. Dus daarom een wortel. En ze heeft mij ook meegegeven om meer te gaan wisselen met fruit. Ik vind dat redelijk moeilijk, aangezien ik echt wel een gewoonte beest ben op het vlak van eten. Maar ja. Ik vroeg me trouwens af of dat jullie misschien voor de volgende speciale vlog of niet echt voor de speciale vlog daarover, maar gewoon eens what I eat in my day willen zien op wat ik eigenlijk nu ongeveer dagelijks eet nu ik aan het letten ben op mijn kilo's. Ik ben heel benieuwd of dat jullie dit wat lijkt. Echt heel benieuwd. Dus laat het eventjes weten. En ik ben er gewoon aan het proberen van te maken om 7 uur 's morgens op te staan. En aangezien ik pas morgenmiddag moet. En aangezien ik pas morgenmiddag moet werken, dacht ik om 7 uur op te staan. Dan te ontbijten. En dan richting het zwembad te vertrekken. Dus. Hopelijk lukt dat zo vroeg te gaan zwemmen. Dat is wel heel anders. Ik hoop dat het iets minder druk gaat zijn. Maar meestal ga ik na mijn werk gaan zwemmen. En dan zijn er nog al wat mensen die gaan zwemmen.